Thomas Bergen bevindt zich momenteel in een ware presidium-nachtmerrie... met een pijnlijk incident uit zijn privéleven dat plotseling openbaar is geworden. De situatie lijkt steeds ingewikkelder te worden... met tegenstrijdige verklaringen en speculaties die het verhaal omringen. Het begon allemaal met verontrustende berichten dat Thomas zijn ex-partner... Eliane Zwijpvenning zou hebben aangevallen, wat resulteerde in een politieinterventie. Thomas ontkent krachtig de beschuldigingen van fysiek geweld... Maar het feit dat de politie ter plaatse is geweest, werpt toch een schaduw van twijfel op zijn verdediging. Eliane heeft zich tot nu toe spaarzaam uitgelaten over de kwestie, waarbij ze geen details prijsgeeft, maar wel impliceert dat er meer aan de hand is dan Thomas toegeeft. Dit wordt verder versterkt door opmerkingen van publieke figuren zoals Bram Moskowitz, die suggereren dat er meer aan de hand is dan wat er aan het licht is gekomen. Thomas heeft geprobeerd zijn kant van het verhaal te belichten, bewerend dat hij de politie zelf heeft gebeld. Zij het op verzoek van een andere betrokkenen. Dit roept echter vragen op over waarom de politie nodig was als er geen geweld heeft plaatsgevonden en waarom Elianne daar niet aanwezig was. De mediabronnen blijven de situatie nauwlettend volgen met speculatie over mogelijke bewijzen die Elianne verzamelt en de dreiging van verdere onthullingen. Het feit dat Elianne medische hulp heeft gezocht voor mogelijke verwondingen voegt alleen maar meer gewicht toe aan de ernst van de situatie en de mogelijkheid van juridische stappen. Al met al blijft dit een complex en pijnlijk verhaal, met meer vragen dan antwoorden op dit moment. De toekomst zal waarschijnlijk meer duidelijkheid brengen over wat er werkelijk is gebeurd en welke gevolgen dit zal hebben voor alle betrokkenen.